24, 25 en 26 mei was er in Ede voor het derde jaar op rij de Pride te vinden. En ja, driemaal is scheepsrecht, want dit keer was de zon er wel te vinden. Het evenement in Ede was voor het promoten van diversiteit en acceptatie. Met als hoofdboodschap, diversiteit vier je samen. Het is dan nu zo op lokaal niveau hier in Ede. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om het zo gecentreerd te doen? Wij zijn natuurlijk allemaal vanuit Ede of hebben iets met Ede. En we vinden het belangrijk dat ook in een dorp of een stad zoals dit, dat je weet dat je buren of je op school of je vrienden, dat iemand er ook is. Dat je niet alleen bent en dat je niet naar Amsterdam hoeft om iets te vinden wat je kan verbinden. Dat dat ook gewoon bij jou thuis of in de buurt kan. In het centrum van Ede, rondom de Oude Kerk, was er zaterdag een scala aan activiteiten. Nou, we zijn de derde editie van Ede Pride aan het vieren. En dat betekent allemaal toffe dingen op de markt, zoals een informatiemarkt. Waar ja, verschillende belangenorganisaties en queerorganisaties hun verhaal doen. En we hebben dit keer voor het eerst ook queer artiesten die hun spulletjes verkopen. Dus sleutelhangers, stickers, prints. Helemaal fantastisch. We hebben een seminartent met belangrijke inhoudelijke onderwerpen die worden aangesneden. Zoals transzorg en intersectionaliteit, solidariteit binnen de queerbeweging. En we hebben ook een tof randprogramma met street art, rolschaatsers zouden moeten arriveren nog. En ik vergeet een paar dingen, Daan, wat hebben wij nog meer? Muziek natuurlijk! Het evenement wordt gesteund door vele artiesten en creators. Waarom sta je hier? Waarom vind jij het belangrijk om hier in Ede op te treden? We zijn gevraagd voor de Pride en zelf als queer vrouw vind ik het gewoon belangrijk dat er voor iedereen een veilige plek is. Want dat is helaas niet zo vanzelfsprekend in de wereld. En ik vind het gewoon belangrijk om daar het deel van uit te maken en ook een veilige setting voor iedereen neer te zetten. Ja, ik vind het heel belangrijk dat iedereen gewoon echt 100% zichzelf mag en kan zijn. En laten we dat ook in elkaar opwekken en gewoon daar begrip voor hebben. Wij zijn van Vulva Verbond en wij staan hier omdat wij een activistisch kunstduo zijn. En we zijn bezig met twee kostuums aan het maken om aan het eind van de middag een performance mee te doen. Waar we eigenlijk verschillende aspecten van Pride willen belichten. Dus ook de protestkant. Ook de politie is aanwezig om hun steun te betuigen tegenover deze groep. Waarom vind je het belangrijk om hier als politie te staan? Omdat de zichtbaarheid heel belangrijk is, omdat wij aan iedereen willen laten zien dat we er zijn en dat we een politie zijn voor iedereen. Ondanks de grootlijkende steun voor het evenement zijn er ook mensen die het minder eens zijn met de promotie. In het centrum van Ede staat een bankje in de regenboogkleuren die Ede als regenboogcommunity representeert. Deze is in de week na aanloop van de Pride 3 keer beklad. Ons doel is zichtbaarheid. Ede Bible Belt, voor heel veel mensen is het heel spannend om hier queer te zijn. En wij hopen dat mensen zien door Ede Pride van, hey, het kan hier ook. Ik mag hier ook zijn wie ik ben. Op zondag was er voor de gelovige queers een regenboogviering. Je mag queer zijn en christen zijn hier. Daar proberen we, met de regenboogviering besteden we daar aandacht aan, maar ook met christelijke organisaties op de markt. Geloof leeft hier gewoon heel erg en wij willen laten zien dat er ruimte voor is dat je niet afstand hoeft te doen van je geloof om queer te zijn. Kees van Wolfswinkel, raadslid van de christelijke partij SGP, heeft in een interview met het AD aangegeven niet blij te zijn met het evenement in Ede. Hij ziet niet in wat de Pride bijdraagt aan de acceptatie en ook het feit dat het bij de Oude Kerk gehouden wordt stuit hem tegen de borst. En hier achter ons staat dan een Jezusambulance. Dat is dus niet helemaal wat in het principe past, geloof ik. Zeker niet. Wat je merkt, zij zoeken bewuste provocatie op door vlak op ons terrein te komen staan. En dit geeft gewoon een heel eenzijdig en afschrikwekkend beeld. Voor de Pride op zaterdag waren er in het Cultura-gebouw omkleedlocaties gecreëerd. Deze bleken achteraf haast niet nodig. Mensen voelden zich comfortabel genoeg om in hun eigen kledingstijl over straat te lopen.